Wie gaat Van der Leij kloppen is de vraag. Hij is goed weg uit het hek samen met Van den Bergen. En dan zien we toch Putten op 1, 2 en 3. Want ook Leunen is goed vertrokken. Maar ook Vreeman is goed vertrokken. En waar is dan Balens? Oh, die komt dan al tussendoor. Schuift naar positie nummer 3. Kanjer rijdt een goede bocht. Schuift door naar 4. We zien dat de gebroeder Scholman het eigenlijk een beetje laten lopen daar. Op positie 7 en 8. Maar vooraan is hij los hoor. En gaat hij 100 punten ophalen. En dat is natuurlijk Paul van der Leij. Hij komt uit voor Putten dus. Gaat hij keurig helemaal achterwielend over dat technische derde stuk hier. Of nog steeds Van den Bergen op positie nummer 2. Maar die krijgt een aanval daar van Barels. Leidt hij niet te gaan rijden? Nee hoor. Van den Bergen wordt 2. En dan gaan we Barels op positie nummer 3.